Ik kan het iedereen aanraden, want het is poepgezellig. Over anderhalve maand wordt Nijmegen weer overspoeld door wandelaars die de Vierdaagse gaan lopen. En die moeten allemaal ergens slapen. Vierdaagse.nl bemiddelt daarin. Maar er is nog wel een tekort aan bedden. Goedemorgen, welkom. Peter Hermsen biedt tijdens de Vierdaagse onderdak aan een loper. Die krijgt zijn slaapkamer. Zelfs slaapt hij die week in de logeerkamer. Ik heb de afgelopen 5 jaar iedere keer familie, vrienden of kennissen gehad die hier een week kwamen logeren. En toen las ik in de brug dat er erg veel behoefte was aan een gastbed. Toen dacht ik, ja, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Wandelaars kunnen bepaalde wensen indienen. De gastgezinnen kunnen ook bepaalde wensen indienen. Van willen we 1 wandelaar, willen we 2 wandelaars, willen mensen vanuit het buitenland hebben. En die proberen we zoveel mogelijk aan elkaar te matchen. Peter legt zijn gast echt in de watten. Ik vraag wat ze graag lusten en dan kook ik het ook. Ik zorg voor een uitgebreid lunchpakket. En alle zorgen, om een voorbeeld te geven. Ik heb hier een bakje staan. Dat ze s'avonds met de voeten even in koud water kunnen, met ijs. Er hebben zich 820 wandelaars opgegeven via Vierdaagsebed.nl. En er zijn nog 140 slaapplekken nodig. Mensen als Peter, ja, die dat doet, die daar ook echt van vindt dat het gezellig is. Die ontbijt verzorgt, die diner verzorgt en zelfs een lunchpakket verzorgt. Ik kan het iedereen aanraden, want het is poepgezellig.